Weet jij nog op wie je gestemd hebt? En waarom precies? Was het het partijprogramma? Heb je dat helemaal bestudeerd? Of heb je misschien gewoon meegedaan aan de stemtest? Of was het de persoonlijkheid van de politicus die voor jou de doorslag gaf? Hoe proberen politici jou te overtuigen? Vanuit het Vlaams Parlement. Dit is de Universiteit van Vlaanderen. Om de 4 jaar trekken wij naar de stembus om mee te bepalen wie ons vertegenwoordigt hier in het Vlaams Parlement. Politici zetten in de weken voor die stembusgang alles op alles om u te overtuigen om op hen te stemmen. Maar door de opkomst van sociale media is u overtuigen eigenlijk een dagelijkse bezigheid geworden voor politici. Ze voeren eigenlijk permanent campagne. Maar hoe doen ze dat precies? Daar ga ik vandaag wat meer inzicht in geven. Om u te overtuigen heb je in principe 3 zaken nodig. Een sterke boodschap, een bekwame en authentieke boodschapper en een goede kennis van de brede waaier aan kanalen om de kiezers, om die boodschap bij de kiezers te brengen. Laat ik beginnen met de boodschap. Verkiezingen worden gewonnen door partijen en politici met een duidelijk verhaal. Dat verhaal dat gaat over de samenleving en in welke richting politici die samenleving willen sturen. Wij politicologen noemen dat een ideologie, een visie op de samenleving. Denk bijvoorbeeld aan het socialisme, dat gaat uit van de gelijkheid tussen mensen. Of het liberalisme, dat benadrukt eerder de vrijheid van de mensen. Dat zijn die grote verhalen, die grote ideologieën. Nu, partijen gaan die ideologieën invullen door concrete thema's naar voren te schuiven. Ze gaan benadrukken welke thema's voor hen belangrijk zijn en worden na verloop van tijd door de kiezer aanzien als eigenaar van die thema's. Wie milieu en klimaat belangrijk vindt, die komt al snel bij groen uit. En wie bezorgd is om migratie, die gaat eerder aan Vlaams Belang denken. En die link tussen partij en thema, die is heel belangrijk. En daar werken partijen jarenlang aan. Dat is niet iets dat vandaag op morgen ontstaat. Uit ons onderzoek blijkt ook dat het helemaal niet zo evident is om een thema van een andere partij weg te kapen. Bijvoorbeeld, N-VA heeft de laatste jaren geprobeerd het migratiethema wat los te weken van Vlaams Belang, maar in de ogen van de kiezer is dat niet echt gelukt. Bovendien, je moet niet enkel eigenaar zijn van een thema, je moet ook een duidelijke positie hebben over hoe je dat thema wil aanpakken. Dat thema en de bijhorende problemen. Dat is belangrijk. Je wilt dus eigenlijk een visie hebben over hoe je dat probleem gaat oplossen. Denk terug aan groen en de klimaatproblematiek. Bij de laatste verkiezingen waren ze daar heel duidelijk eigenaar van dat thema. Maar de partij had moeite om uit te leggen hoe ze die opwarming van de aarde precies ging aanpakken. Dus je moet een thema hebben, verschillende thema's hebben die naar voren schuiven en een duidelijk idee hebben over hoe je die thema's wil oplossen. En in het beste geval is dat 1 consistent partijverhaal. Nu, om dat partijverhaal te mogen brengen, is het wel goed als jouw thema's bovenaan de agenda staan. En dus bijvoorbeeld in de aanloop naar verkiezingen gaan partijen heel hard pushen om hun thema's in het nieuws te krijgen. Maar ze gaan niet enkel wachten op verkiezingen. Ze gaan ook de actualiteit aangrijpen om hun thema's te benadrukken. Het zal u misschien opgevallen zijn dat het afgelopen jaar vooruitvoorzitter Conor Rousseau heel vaak heeft gewezen naar gezondheidszorg, het belang van ziekenhuizen enzovoort. Dat is een klassiek socialistisch thema. En eigenlijk door dat te benadrukken, benadrukt hij ook dat zijn partij ideaal is om dat thema aan te pakken. Dus je moet een visie hebben, een thema hebben, dat concreet invullen. En dat concreet invullen dat moet op een doorleefde manier gebeuren. En om dat te doen, daar heb je goede boodschappers voor nodig. En dat brengt mij bij mijn 2e punt, die boodschappers. Die boodschappers moeten in de eerste plaats bekwaam zijn en veel expertise hebben. Je kan heel veel goede ideeën hebben, je moet natuurlijk die ideeën ook kunnen uitvoeren, die ideeën in de praktijk brengen. En dan helpt het wel als je wat ervaring hebt. Iemand als Bart Somers bijvoorbeeld, burgemeester in Mechelen, die daar jarenlang heel actief en geliefd en populair is, die gaat benadrukken, kijk, ik kan een stad besturen, stem op mij, want ik kan ook goed Vlaanderen besturen. Dat is zijn boodschap.
Een partij als CD&V heeft jarenlang benadrukt dat zij veel goede lokale en nationale mandatarissen heeft, met goede ervaring, en die zeggen stem op ons, wij hebben goede bestuurders. Maar politiek is meer dan besturen, dan management. Je moet ook een emotionele connectie kunnen maken met de kiezer. En dat is al heel wat moeilijker te vatten. Die emotionele connectie, dat is wat wij authenticiteit noemen. Je moet door de kiezer aanzien worden als geloofwaardig, als oprecht, als echt. Maar wie volgens mij heel echt en authentiek is, kan volgens jou heel nep en ongeloofwaardig zijn. Ik maak dat even concreet aan de hand van een voorbeeld over Bart De Wever en de slimste mens. Meer dan 10 jaar geleden kreeg Bart De Wever de kans om zich aan Vlaanderen te tonen in de populaire quiz De Slimste Mens. Daarvoor kenden de mensen Bart De Wever als een serieus, overtuigd Vlaams nationalist. Maar in dat programma kon hij niet enkel een veel breder publiek bereiken, hij slaagde er ook in om een andere kant van zichzelf te laten zien. Hij toonde zich als een gewoon persoon, als iemand waarmee andere mensen zich konden identificeren. Dus hij kwam wat echter over. Nu, heel veel andere politici zijn ook in De Slimste Mens gemogen. Waarom hebben zij het minder goed gedaan? Misschien waren zij wat minder slim. Maar ik denk dat het vooral te maken heeft met het feit dat het format dat ze zich daar minder goed in thuis voelden. En dat ze eigenlijk daardoor ook minder echt in onze huiskamer overkwamen. Dat programma De Slimste Mens dat is maar één van de vele manieren of kanalen om de kiezer te bereiken. Maar in principe zijn er 3 grote soorten kanalen die we onderscheiden. Er is direct contact, er zijn de massamedia en er zijn de sociale media. Laat ik beginnen met persoonlijk direct contact. U kent dat wel, politici op de markt of die aan huis bellen. Dat is een klassieke manier van campagne voeren, maar politici doen dat nog steeds. Waarom? Dat is nog altijd een heel krachtige, heel goede manier om u te overtuigen. Het grote probleem is natuurlijk dat vraagt heel veel tijd. Dat is heel tijdsintensief en je kan nooit heel veel mensen zien. Zelfs niet als je Herman de Croo bent en je wist hoe je op een feest diagonaal door de zaal moest gaan, dat je zoveel mogelijk handjes kon schudden op zo weinig mogelijk tijd. Nee, dan nog kan je niet heel veel mensen overtuigen. Dan zijn de massamedia veel beter. Via kranten, radio en vooral televisie kan je op enkele minuten 10.000 mensen bereiken. Dat werkt veel beter. Zeker in verkiezingstijd zijn er die extra programma's, extra debatten. En is er dus heel veel mogelijk om uw verhaal in de markt te zetten. Maar die massamedia hebben ook nadelen. Ten eerste is het zo dat er eigenlijk maar een vrij klein groepje van toppolitici vaak wordt uitgenodigd die het woord krijgen. En dan zijn er ook nog die vervelende journalisten die lastige vragen stellen in plaats van de politicus een forum te geven voor zijn of haar verhaal te doen. Nee, dan is het derde kanaal, het meest nieuwe kanaal, veel beter. De sociale media. Op de sociale media kan je op je eigen manier, met je eigen stijl, mensen direct aanspreken. Je kan een stukje van je job laten zien, je kan wat van je persoonlijk leven laten zien, die authenticiteit opnieuw benadrukken. Dat werkt veel beter. Bovendien laat de sociale media toe om dat deel van jouw verhaal bij die mensen te brengen die er het meest voor openstaan. Stel dat ik jullie wil overtuigen, ik heb een goed plan rond betaalbare kinderopvang, dan ga ik aan een bedrijf als Facebook vragen, toon mijn advertentie daarover enkel aan jonge ouders. Zo weet ik dat die mensen daar zeker gaan naar luisteren. Of ik ben de PvdA en ik vind het een schande dat de loketten van NMBS dichtgaan, dan ga ik vragen aan Facebook om dat vooral aan wat oudere kiezers te laten zien. Zo heb ik de kans is dan gewoon groter dat mensen dat verhaal ook echt oppikken, dat lezen, dat bekijken. Dus die sociale media bieden heel wat extra mogelijkheden. Het grote nadeel daarvan is natuurlijk dat er enorm veel berichten zijn op sociale media. En dat het heel moeilijk is om de aandacht van die kiezer te krijgen. Dus we hebben al die kanalen en die werken allemaal volgens hun eigen logica. En een goed politicus, een slim politicus, die past zich elke keer aan aan dat kanaal. Nu, als je bijvoorbeeld op straat bent, gaat een politicus een kiezer anders aanspreken dan in de studio van Ter Zake. Op Instagram moet je anders communiceren dan op Twitter. Dus een goed politicus begrijpt dat, maar dat maakt het wel moeilijk om tegelijkertijd heel de tijd hetzelfde coherente partijverhaal te brengen. En nochtans is dat superbelangrijk,
Want partijen moeten proberen on-message te blijven. Heel de tijd hetzelfde te kunnen vertellen, heel de tijd op diezelfde nagel te hameren. Dat is heel belangrijk. En dus dat is moeilijk. En dus een slim en authentiek politicus is een soort chameleon die zich elke keer aanpast aan het kanaal. Past zich aan de vorm en de stijl aan, maar blijft wel hetzelfde verhaal vertellen en blijft wel zichzelf. U hoort het al, dat is niet evident. Helemaal ideaal is het als persoon en verhaal perfect samenvallen. Dat was ooit het geval bij Steve Stevaert en zijn gratis verhaal. De socialist Steve Stevaert ging beklemtonen dat bijvoorbeeld het openbaar vervoer gratis moest zijn. Gratis met de trein of met de bus of met de tram. Hij ging dat dus heel sterk beklemtonen. Hij had een goede informele stijl en kon heel veel mensen daarvoor warm maken. Toch is dat verhaal niet lang overeind gebleven, vooral omdat hij heel veel kritiek kreeg van heel wat mensen. En dan kom ik bij een ander belangrijk punt van politieke communicatie. Je kan natuurlijk ook proberen het verhaal van een tegenstander onderuit te halen. Je gaat aan negatieve campagnevoering doen. Je gaat proberen de boodschap of de boodschapper van een andere partij te bekritiseren. Denk bijvoorbeeld aan Yves Le Terme, die in 2009 zich luidop afvroeg wie gelooft die mensen nog. Bekende uitspraak om zijn tegenstander van toen, Guy Verhofstadt, eigenlijk te benadrukken, die man is niet meer zo geloofwaardig, kies voor mij, ik ben een veel geloofwaardiger alternatief. Of veel recenter Bart De Wever, die bij de laatste verkiezingen waarschuwde voor een groen-linkse belastingtsunami. En eigenlijk inspeelde op de angst die bij veel mensen leefde dat een linkse regering wel eens voor meer belastingen zou kunnen zorgen. Kortom, hoe proberen politici jou te overtuigen? Via heel veel kanalen proberen ze eenzelfde sterk verhaal te vertellen met een authentieke persoonlijkheid. Maar welk verhaal nu echt indruk maakt en welke politicus nu echt als heel echt en authentiek wordt ervaren, dat is heel persoonlijk en heel variabel. En gelukkig maar, want zo blijft het bij elke verkiezingen nog heel spannend.